veel momentje. Nog twee uurtjes. Nog twee uurtjes en het gaat los allemaal. Samen zijn we sterk. De Schotten die gooiden nog een biertje van 10 euro in. Maar ik heb er ook bij zijn maar begonnen. Net op het nieuws. 10 euro voor een fluitje. 22 gulden, man. Nou. Maar het wordt fantastisch vanavond. Fantastisch. Nederland, oh Nederland, jij bent de kampioen. Wij houden van Oranje, op zijn daden en zijn doel. En welk jaar komt dit nummer, Jan? 88 natuurlijk. Ja, 88. Dat was de laatste keer dat we ons zo voelden namelijk. Voor ons wordt geheet. 15 jaar geleden. Dan zijn wij. Maar prachtig. André Hazes. Daar krijg je genoeg van krijgen. Nee, met goud zijn wij gestreden. Niet origineel dit, hè? Wat zeg je met Nederland? Ja. Nederland, oh Nederland. Jij bent een kampioen. Wij. We gaan even verder met de Jens in de middag voetbalspecial. De grote Jens in de middag voetbalspecial najaar 2003, Robert. Want we kunnen er geen genoeg van krijgen hier. Nee. Iedereen wordt werkelijk gebeld, maar we zijn nog niet zo ver opgeschoten. Met beginnende Nederlanders, met voorspellingen. Voorspellingen, Frits Bom, Milendela, Heer, Jeroen Krabbe, Marcel van Dam. Geen interesse? Nee. Maarten Spanjer, bellen een beetje ongelegen. Grititulaar, spuugt in zijn baard. Wilde niet meewerken. Dat was die mooie. Maar we gaan door bij Jens in de middag. We zijn niet te stuiten op Noordzee 100.7 FM. Want wie heb ik gebeld? Goeie vriendin van de show, Robert Connie Breukhoven. Ze moet toch iets kunnen vertellen over de uitslag vanavond. Ik ben erg benieuwd, ja. Even luisteren. Hallo. Hallo, met wie? Hallo, met Connie. Connie, met Jan Paparazzi van Jens in de middag. Hallo. Oh, hoi. Hi, stoor ik jou? Nee, ik kom net thuis. Joh, ik denk ik ben van Bali af. Ben ik je eerste belletje in Nederland? Je bent mijn eerste belletje, ja, ik kom net thuis. Welkom terug in Nederland, nou, zeg ik dan. Wel. Connie, één vraag voor ons programma Jensen in de middag vanmiddag. De wedstrijd vanavond, Nederland-Schotland. Ja. Wat denk je, wat gaan we doen? Geen idee, ik heb geen balverstanden van. Kan je je wagen aan een voorspelling? Nee, ik weet het niet. Ik heb ook niks gevolgd, weet je. Dus ik ben net 5 minuten thuis. Kluivert, Van der Vaart, Van Nistelrooy? Nee, ik weet het echt niet. Sorry. Oké, okay, Con. Ander keertje. Doen we. Bye bye. Ik kon niet net terug uit Bali. Nou, ik zei niet, zitten jullie vanavond gelijk met de familie op de bank te luisteren? Nee? Kinderen op de bank? Niet gevraagd, nee. Heel goed. Nou, wederom 0 op het scorebord. Deprimerend deze special. Ja, het gaat uit als een nachtkaars. Wie hebben we nu? Barry Hughes. Oh god. Dat is een voetballer. Barry Hughes. Barry Hughes, een hele goede middag. Jan Paparazzi, programma Jensen in de middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik jou even een vraag stellen over de wedstrijd van vanavond? Aha. Nederland, Schotland. Wat gaat het worden, Barry? Ik denk Nederland wint. En kan je je wagen aan een uitslag? 2-3-0. Wie gaan er scoren? Ik weet niet wat die opstelling is. Die opstelling staat in de krant vandaag, hè? Snijden, Van der Vaart en David. En een Oye, Kokoen, geen de boer. Nee, geen de boertjes, nee. Ik kan het niet voorstellen dat ik met Nederland zoveel kwaliteit dat ze de tweede wedstrijd verliezen. Ik weet genoeg, Barry. All right. Thank you, my friend. Take care. Bye-bye. Bye. Barry Hughes. Barry en ik hebben een klik, hoor je. Maar heeft hij nou een uitspraak gedaan? Een echte, dat we niet meer vergeten te vragen. Nee, ja, 2-0, 3-0 riep hij toch een keer? Ja, 2-0, 3-0. 3-0, 4-0. Alle kanten mee op. Barry. Wie hebben we hier? Harry. Harry. En dat is niet Harry Wijnschenken, Robert. Nee, Harry Wijnschenken. Dat is een tijd geleden. Maar dat is Harry Mens. Harry Mens. Ja, ik denk, misschien kan die ons helpen. Hallo? Harry Mens. Ja? Harry met Jan Paparazzi van Jens in de middag. Goedemiddag. Jens in de middag. Ja, ik zit in een restaurant nu. Harry, mag ik je één vraag stellen over de wedstrijd vanavond? Nederland, Schotland. Wat nou, het wordt 4-0 voor Nederland. Ja. Of het wordt helemaal niks. 4-0 voor Nederland of helemaal niks? Ik woon zelf in Huis de Duin. En daar heb ik al die jongens vanmorgen even toegesproken. Ja. Ik heb gezegd dat het verschrikkelijke verwende nesten waren. Dat ze godverdomme eindelijk eens aan het werk moeten gaan met z'n allen. Dus anders gelijk maar naar het bejaardenhuis moeten. En wat zijn daar schrokken ze toch van. Ja, schrokken ze van je? Nee, maar ik heb tegen die advocaat gezegd, je moet zijn been pakken, man. Je bent veel te netjes. Dat heb je echt tegen advocaat gezegd? Ja, natuurlijk. En Willem van Aardigen die schudde zo met zijn hoofd. Je hebt gelijk. En Willem die gaf ze nog een trap onder de tafel, dus het gaat lukken. Ik weet genoeg. Ja, daar. Harry, bedankt, hè. Top. Nou, met Harry, met andere woorden, als we winnen is, hebben we het aan Harry te danken. Harry redt de special, mag ik het zo zeggen? Hallo? Hey Maarten, wat denk je van de uitslag vanavond? Nederland-Schotland. Godzonder, ren ik voor naar die kuttelefoon om weer...
Dat gezeik van jou, van wat denk je, de uitslag. Ben je net binnen? Ja. Waar ben je geweest? Had je geen reet aan. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dat vraag ik jou toch ook niet? Nou ja, de vraag is maar. We zijn bij elkaar op school gezeten. Ja, maar we kennen elkaar nou ondertussen wel een beetje, toch? We hebben zo'n leuk contact al een tijdje. Ja, nou, maar laten we het zo houden. Ik ken je nu goed genoeg, Piet. Piet Paparazzi. Idioot. Heb je astma of zo? Of zat je drukken? Ach, jezus. Oh, mag je ook eens een stout jongetje zijn door vieze woordjes over de radio te schreeuwen? Ja, je bent zo kort. Oh, wat ben je toch een vervelend kereltje, Piet. Je bent zo... Laat mij met rust. Ik wens je een hoge uitslag. In de middag. Het is ook echt Piet Paparazzi. En wat zegt hij dan ook weer achteraan altijd? Idioot. Idioot. Piet Paparazzi. Idioot. Nee, ik ben erg dankbaar vandaag. Ik ben erg in Spanje, dames en heren.